Wie is het? Het zijn toneelspelers bij Lord. Ze bieden aan om voor u te spelen. Toneelspelers. De laatste voorstelling van de getemde fakes in het Shakespeare Theater in Diever zit erop. De voorstelling heeft voor een record gezorgd, tot grote tevredenheid van regisseur Jacques Nieborg. Vorig jaar hadden we ook weer een record gebroken. Toen hadden we geloof ik iets van bijna 24.000 bezoekers gehad. En dit jaar zijn we ruim over de 24.000 heen. Misschien zelfs wel 25.000, maar dat moeten we nog even natellen. Dat weet ik niet precies. Dat betekent gewoon dat we met elkaar in Diever iets doen wat heel veel mensen graag willen zien. En daar zijn we natuurlijk wel heel blij mee. Afgelopen seizoen werd tijdens iedere voorstelling bepaald of de hoofdrolspelers een man of een vrouw moesten spelen. Ja, dat was heel spannend. Kijk, normaal als je een rol speelt, dan word je al een beetje van tevoren de persoon die je gaat spelen. Je gaat je omkleden, je gaat in de grim. Maar dat konden zij allemaal niet doen. Ze moesten echt tot het laatste moment wachten tot bekend werd welke rol ze zouden spelen. Volgend jaar wordt het stuk King Lear opgevoerd dat William Shakespeare in 1605 schreef. Het is een stuk wat voor de tweede keer pas in het 73-jarig bestaan van Diever gespeeld wordt. Het is een zwaar, somber stuk. Het gaat over een oude koning die aan het eind van zijn leven alles kwijtraakt. Niet alleen stoffelijke dingen, maar ook gewoon liefde. Kaartverkoop voor King Lear begint in januari en Nieborg zit al met zijn hoofd vol in de voorbereidingen voor dat nieuwe stuk. We hebben in het verleden denk ik ook wel laten zien dat we dat ook wel kunnen hanteren. Richard III was natuurlijk ook een boef. Hamlet was ook een zwaar stuk. Dat vinden we wel lekker om daar met elkaar onze tanden in te zetten.